Hij zegt dat ik ook een roem ben. Ik ga het met de uitmaken. Ik zou dat echt voor geen goud doen. Elke ochtend brengt dat meisje op de fiets naar het werk. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken of luisteren naar weer een nieuwe aflevering van onze podcast So What. Mijn naam is Naomi en ik ben vandaag met... Julia. En Kimora. En we gaan het vandaag hebben over reality. Yes. Yeah. Maar eerst, zoals elke week, hoe was jullie weekend? Dankjewel. Ja, mijn weekend was leuk. Oh, ja, ja, zeker. Leuk gehad. Ik was naar het zomerterrassenfestival. Oh ja, ik zag daar wat van, ja. En het was dus, dat is ook meteen mijn soort vakmomentje, dat was heel gezellig. Maar ik drink bijna nooit meer. Mm-hmm. Want ik had dus zeg maar een tijd dat ik de hele tijd blackout dronken werd. En ik vond het zo irritant om zeg maar... Ja, maar op een gegeven moment zit je gewoon op dat level. Dat ik herinnerde me de helft niet meer. En dat vond ik zo'n kut gevoel. Dan kreeg ik altijd dat hangover anxiety van. Dat ik echt dacht, wat heb ik gisteren gedaan? Waarom is deze persoon raar aan het doen? Ik wist het gewoon niet meer. Toen dacht ik, oké, klaar. Ik ga gewoon niet meer zoveel drinken. Nice. Toen dronk ik eigenlijk bijna niet meer. Toen bij zomerterrassen dacht ik, kan wel weer even een keertje. Ja. Zo werd ik een beetje drunky funky, maar wel nog steeds leuk. Ja. Maar toen kwam er dus echt een hele lieve, schattige, knappe, leuke, lief, leuke, spontane, funny luisteraar naar mij toe. Die zei, oh my god, ik luister de podcast en ik vind het heel leuk. Mag ik op de foto's? Ik zo, tuurlijk. Oh. Maar ik zag die foto later terug. Ik sta echt zo. Ik sta echt met mijn drankje lus. Hij is gewoon een sorry. Ik denk dat die meid echt de tijd van haar leven heeft. Ja, lekker spontaan. Ja, foto. Weet je, dat is wat je krijgt. Je mag het altijd aan me vragen. Ja. Je mag het ook altijd posten. Ik moet er gewoon even aan werken. Ja. Maar even. Je hebt dus nu tegenwoordig, als jij dronken bent geweest, vergeet je gewoon oprecht wat je hebt gedaan die avond. Ja, nu niet meer. Maar er is zeg maar een soort van sweet spot waarin ik gewoon heel gezellig en leuk ben. Mm. En als ik daar net een tequila shotje bij doe, dan weet ik dus gewoon oprecht volgende ochtend bepaalde stukken niet meer. Dus weet je hoe mensen soms zeggen van... Oh, je deed dit. Van, oh, ik weet echt niet meer hoe ik thuis ben gekomen. Dan denk ik, ja, dat weet je echt wel. Maar ik kan dan echt soms denken van... Maar had je dat vroeger ook al? God. Of heb je dat soort van getraind met je brein? Ik heb het echt, het is echt iets van de laatste jaren. Ik weet niet, toen dacht ik wel van niet dat ik zo'n zieke alcoholist was, maar ik ging wel op een gegeven moment, bijvoorbeeld vooral in de zomer vorig jaar, dan was ik single. Nou, dan ging ik wel gewoon elke dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag waarschijnlijk ook, zeg maar, uit. Of je gaat net even te hard terrassen, want alles is leuk en gezellig. Yeah. Dus ik denk dat ik toen wel echt even net iets te lekkerder is. Ja, precies. Dat ik echt dingen niet meer wist. En dat ik echt ook... Dan had ik bijvoorbeeld ruzie misschien met iemand gemaakt. Ik werd dan ook best wel snel getriggerd. Oh, spider. Ja, ik werd daar echt een beetje vechtscrash van. Omdat ik echt ook 2 meter breed was. Ook echt tegen van die mannen van 2 meter. Dat ik echt zo was van, kom dan! Weet je wel? Dat is niet zo... Jules. Ja, want ik denk ook altijd van mensen die zeggen... Ja, ik weet gisteren echt niet meer wat is gebeurd. En ik denk, wat wil jij nou? Je hebt inderdaad mensen die het echt gebruiken als het soort van... Bijvoorbeeld, ik snap niet dat mensen zeggen... Ja, ik kan me gewoon echt niet herinneren dat ik met hem heb gezoend. Dan denk ik, ja, maar dat is wel echt even... Mm-hmm. Best wel een mijlpaal in je avond, toch? Dat er iets gebeurt. Ja. Ik heb meer gewoon met dingen die ik heb gezegd. Dus als ik dan bijvoorbeeld ruzie heb gewoon met iemand... Dat niet echt vaak gebeurde, maar woordenwisseling. En ik wil dat die volgende dag uitpraat. En diegene zegt, ja, jij zei dit. Dan dacht ik, ja, ik heb gewoon geen poten om te staan. Want ik kan me gewoon niet herinneren. Ja. Dus ik kan mezelf ook niet verklaren. En misschien lult diegene wel tegen mij van, je hebt het gezegd. Weet je wel, wat mensen vaak doen. Okay. Ik vond het gewoon, ik werd er helemaal, kreeg er anxiety van. Ik heb al anxiety voor 10. Dus zeg maar, ik dacht, ik moet het gewoon niet meer doen. Oké, nou, dat is echt een ding dus. Ja. Wow. En nu ben ik oké. Nu heb ik gewoon mijn sweet spot weer gevonden. Maar. Fijn. Nice. Fijn. Ja. Kiki, wat heb jij gedaan dit weekend? Oh, jongens, ik heb helemaal niks gedaan dit weekend. Oh, ik nee. heb Purie. Is ook even lekker. Ja, jawel, maar ik moest eigenlijk werken en daar had ik eigenlijk wel zin in. En zeg maar, er was een vergissing gemaakt in onze groepsapp. Ik kreeg van de manager doorgestuurd, schreef van ja, jullie zijn zaterdag vrij vanwege Pride. Dus wij dachten, oh ja, we zijn vrij op zaterdag. Ik wil net zeggen dus Pride. Dus ik zaterdagochtend of na midden in de nacht eigenlijk werd wakker. Ik voelde me helemaal niet lekker. Dus ik dacht, nou fijn, weet je, ik ben straks vrij. In de groepsapp om 11:30. Jongens, vergissing. Kunnen jullie zo snel mogelijk naar de winkel komen? Pride is volgende week. Ik wil net zeggen, Pride is volgende week. En toen dacht ik echt... Oh, nee. Oh my god, I feel horrible. Like, I cannot work. Sorry, ik kon echt niet werken. Dus ik voelde me zo kut, want ik wil echt niet afzeggen. Ik haat om afzeggen van, oh, ik ben ziek, weet je wel. Ja, maar ik kan ook zeggen, nu heb ik wat anders gepland. Ja, maar nog steeds. Dus ik voel me oprecht niet lekker, had ik afgezegd.
En het zei van, ja, prima, als je ziek bent, kan je niet. En toen de zondag ook, toen had ik ook van, toen stond, was ik me aan het klaarmaken. Je weet toch gewoon wanneer je rechtop staat, dat je de hele tijd zo gaat hangen. En dat je de hele tijd gaat hangen omdat je denkt van, oh, ik ben zo vermoeid en oh, ik sta niet lekker. Dat had ik heel erg. En toen moest ik echt gewoon bij het toilet zitten en gewoon chillen. Dat ik ga van, joh, ik kan echt niet naar haar komen. Dus, en nu ben ik ook weer ongesteld. So that also. So I'm very much, en het regent. Echt very much exhaust. Jongens, eind juli. What the fuck? I'm exhausted. Ja. Maar ook niet een beetje. Gewoon elke dag. Het is een grijs kut buiten. Dus ik ben een beetje, ja, een hele zaaie, niet denderen weekend gehad eigenlijk. Mooi. En jij daarmee? Ik heb eigenlijk ook niet zoveel gedaan dit weekend. Ook niet. Nee. Ik heb gisteren wel een verjaardag gehad. Superleuk. Voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar in mijn bed gelegen. Ik heb wel vorige week een heel leuk Samsung event gehad. Ja. Yeah. Zag je, jullie waren gezellig samen. Samen knutselen. Gingen knutselen. Jij was zo schattig met je vriend aan het knutselen. Hij was echt zijn best aan het doen. Was ja, hij cute. Echt hij maakte er echt een strijd van. Hij maakte het beste hoesje, maar dat was wel cute. Zaten ik en mijn vriend en Julia naast. We zaten met z'n drieën zo te knutselen over een hoesje. Maar het was wel een heel leuk event. En ik heb echt een prachtig hoesje. Mijn is mooier dan die van Julia. Ja, ik zeg je eerlijk, van mij is al los aan het laten. Ik had de Slay Queen erop gezet. Ben ik al twee uur mee bezig geweest. Oh. Staat nu AU op. Slay Queen. Slay. Oké, nou ja. Dat zegt al genoeg, jij of je hoesje. Ewa, ja. Nou, maar ik zou zeggen, laten we even lekker diep in het onderwerp gaan. Ja, facts. Ja. We gaan het hebben over reality. Ja. Kijken jullie veel reality-programma's? Oh, girl. Ja. Echt veel. Alles. Wat kijk je dan? Ex on the Beach, Temptation, Love Island. Love Island, UK, to Handle. Great. Wat heb je nog meer? B&B voor liefde. First Date. Hoe heet het ook weer, dat trouwen? Dat je Married at First Height. Je hebt ook 90 Days, nog wat? 90 Days in Marriage, et cetera, et cetera. Van alles en nog wat. Ja, ik vind het... Jij kijkt het allemaal. Ja, erg vind ik het vreselijk. Maar ergens, zeg maar, omdat het zo vreselijk is, betrap je jezelf op het blijven kijken. En ik denk dat iedereen dat wel heeft met reality. Want ik denk dat we allemaal ook wel doorhebben dat 9 van de 10 keer reality echt shit is. En gewoon denk van, ja, really? Like... Ja. Kan je niet zelf bedenken dat dit echt heel nep is? Vooral mijn issue is Temptation Island. Ja, ik snap dat. Ik vind het zwaar en zwaar irritant hoe koppels daar naartoe gaan om hun relatie te fixen. Wetende, oh, ik heb Temptation al gekeken. Ik weet wat ik kan verwachten, hoe beelden worden geëdit. Ja. En dan vervolgens zien het terug. En denk ik van, er wordt gezegd door Monica... Ja, dit is een momentopname. Je weet niet wat er ervoor of daarna is gebeurd. En dan toch op dat ene beeld ervan uitgaan. Oh, dit is het enige van wat er fucking allemaal is gebeurd. En vooral bij de mannen vind ik het zo vreselijk dat zij de heftigste shit doen. En met zo'n klein beeld. Oh, ja, ik ga het met haar uitmaken. Wat doet ze? Wat doet ze? Really? Mannen, we noemen dan ook altijd in die series wat ze allemaal voor hun doen. Elke ochtend brengt dat meisje op de fiets naar het werk. Oké. Okay. Ja, maar dus omdat ze nou met Willem staat te praten, ga jij dan niet meer naar de wereld. Maar het hele concept nu van Temptation Island vind ik ook niet kloppen, want het heet nu Love or Leave. A.k.a. Je gaat dus naar de andere kant van de villa om te kijken of daar iemand anders is die beter voor je is. Terwijl, maar dan is mag je niet je Temptation opzoeken. Dan denk ik echt, ja, dat is scheef. En dan de eerste aflevering, ja, ik ben wel echt blij dat hij de Temptation aangaat. Ja. Hoe bedoel je blij dat hij het aangaat? Je hebt toch een relatie met wie? Ja, maar ik snap dat niet. Dat is het dus. Ik denk dat heel veel mensen, zeg maar, Temptation nu steeds meer beginnen te zien van, oh, ik ga kijken of iemand leuker is. Nee, het is de bedoeling, kan jij de Temptation aan? Je gaat toch voor jouw relatie, om jouw relatie te versterken, maar het gaat nu steeds meer om of een beetje het beetje fame krijgen van ik kom op tv, of om iemand anders te zoeken. Ga dan fucking Tinder aanmaken en zoek daar lekker een andere match op. Even serieus. Ja, of secondlove.nl. Ik snap het ook niet dat je met... hij is één keer vreemd gegaan, dus nu ga ik naar Temptation om daar achter te zoeken of het echt gaat werken. Oh. Weet je wie mij echt heeft gepakt uit de realitywereld? Nee. Maen. Oh. Megan. Maar ze zegt Maen, want ze praat zo. Megan, ze praat zo. Verdaan of zo. Megan. Deze chick. Ik kan echt... Ik snap het niet. Nee. Eerst begon ze bij Temptation. Hij zo, ja, hij zegt dat ik ook een roem ben, maar dat ben ik helemaal niet. Ik heb een vriend gegaan. Oh. Ja. En dan uiteindelijk kreeg zij een soort van relatie met een of andere verleider. En het was gewoon raggedy. Toen ging ze naar Joey, toen ging ze naar Dennis, toen ging ze naar Marky. Wat handig, die ex on the beach after talks. Dan zegt hij van, ja, ik heb gewoon nog met Megan afgesproken. En dan zegt ze, je moet echt mol houden. We hebben één keer afgesproken, we hebben één keer seks gehad. Dat is een soort van...
allemaal niks betekent. Ja. Ik snap het niet. En dan zit haar boy naast haar zo van... Ja. Mm-hmm. En dan denk ik, wow, die zijn zo fucked up allemaal. Ik ja, snap het niet. En ik ook zeg ook maar, niet. De enige die ik een beetje de nuchtere vond en gewoon een beetje, ze doet echt wat ze wil en het komt niet vaag over, is Michelle. Ja. Ik vond haar zo leuk. Wist ze deed lekkere dingen die met Tong Tornado de hele tijd bezig was. Oh, hart gesloten, ja. Poes open of zo. Ja. Ja. Ik vond haar zo grappig. Ze doet lekkere dingen. Ze bindt zich vast aan niemand niet. Het enige waar ik het ook mee eens was, is dat ze zei van, ga je iets doen met haar? Ja of nee? Zeg het dan gewoon tegen me. Maar ga niet doen alsof je tegen me liegt. Daar hou ik gewoon niet van. Ja. Dat snap ik. Maar mensen die daar naartoe gaan om iedereen te doen en weet ik veel wat allemaal, dan erover gaan liegen, ben ik van, yo, het staat letterlijk op tv. Ja. Letterlijk. Ook de mensen die, een Jonna en die, hoe heet die andere jongen, dat sukkeltje. Ja, één was echt een nee, dat jochie. Ja, Lex. Ja, die Lex volgens mij. Echt de twee sukkels die het meest geëxposed zijn in het hele seizoen, dat ik denk van, je blijft liegen. Mm-hmm. Dat vind ik zo, dat ik van, schaam je niet. Ja, aren't you embarrassed? Ik vind ook een beetje dat ze met iets verfrissend moeten komen bij die programma's, want ik geloof dat je bijna een bingo kan maken van wat gebeurt in Ex on the Beach. En dat is één, koffer in het water, zo leuk. Pis gooien, dat is wel, geloof ik ook nog een ding tegenwoordig. Dat vind ik ook intens. Dus je kan bijna gewoon een bingo maken van alles wat er gebeurt in Ex on the Beach elk jaar. En ook is het jullie opgevallen wat echt staged is. Echt staged. Oh mijn god. Ik vind dat zo hinderlijk. Ik krijg dan echt plaatsvervangende schaamte ook. Want dan zie ik gewoon die productie van, oké, dan mag je nou even je handen in de lucht doen. En dan mag je even dat echt ook nadoen een keer voor ons. Nee. Ik kan... Wow, die kuttablet. Oh, dan gaat dat ding wel af. En altijd is het, ik ben net aangekomen, je gaat die kuttablet af. Ja. Oh, jullie zijn zo oer... Nah. Dit jaar Ex on the Beach was echt te heftig. Sorry. Ja, ik vind dat ze de leeftijdsgrens nu ook gewoon iets hoger moet zetten. Naar 23 of zo. Hoppa, daarop zitten. Ik geloof op elke paal wat ze zagen, ging er maar gewoon lekker op zitten. Kijk, weet je, ik vind het prima. Weet je, seks is gewoon een ding en dat mag je doen. Weet je, al neuk jij elke dag iemand anders of neuk jij om de 3 maanden iemand anders. Yeah. Helemaal prima, jouw ding. Yeah. Maar zodra je weet van dit komt op tv en dit heeft invloed op mijn carrière, dan denk ik van, ja, luister. Ook MTV voel een beetje responsibility om te zeggen van, oké, dit is wel een beetje heftig. Yeah. In plaats van alleen maar denken als in, oh ja, media. En ik ga hier wat leuks van maken. Yeah. Ook een beetje menselijk denken, denk ik dan. Maar ik snap ook weer, is er maar, daar ben ik het echt mee eens. Ik vond dat ook. Ik vond het ook echt te heftig, te jong. Maar ik denk wel van, in de plaats van die casters, als er dan zo'n meisje komt die zegt, ja, ik ben een konijntje en ik spring overal op, dan denk ik ook, ja, nou ja, als dat is wie jij bent. Ja. Het is kind of ook wel een eigen schuld, inderdaad. Ja, maar weet je, niemand zegt daar dat je ook dat wel je op moet zitten. Ja. Maar ja, inderdaad, je mag. Zij moeten eigenlijk wel iemand hebben die hun een beetje beschermt van, misschien moet je dit niet zeggen, maar. Ja. Ze moet gewoon ouder casten en dan kan je iets meer denken van, ja, als hij gekkie wil zijn, moet je denken. Sowieso vind ik ook, als je meedoet aan een seizoen 28, dan denk ik ook van, ja, maar sorry, dan is dat. Die glory moments zijn al over. Het is klaar. Maar je gaat er niks meer uithalen. Je snapt al ook een beetje hoe iets in werking gaat. Dan nog helemaal verbaasd doen als je je ex uit het water ziet lopen. En ook van, hoe denk je dat die mensen erachter komen wie jouw ex überhaupt is? Mm-hmm. Weet je wat ik ook haat? Sorry dat ik jou ontbreek, maar ik dacht ineens, ik ben heel gepassioneerd over dit onderwerp. Ik merk het. Dat iedereen na dit programma ineens DJ wordt. Ja, of vlogger. Oh, DJ, vlogger. En zeg maar, ik vind het nog leuk als je zeg maar bijvoorbeeld Molly May van Love Island UK. Ten eerste Love Island UK vind ik fantastisch. Yeah. Dat programma vind ik als enige dat ik echt denk van, dit is niet te veel drama, maar het is wel smeuig. Het is wel gewoon cute. Girl. En zij is daarna gewoon gaan vloggen en helemaal haar eigen business. Dan denk ik echt van, dat vind ik leuk. Ja. Tuurlijk mag je daarna iets doen, want het is gewoon slim. Ja. Ja. Maar zeg maar, eerst jezelf plat laten naaien door 20 mensen op tv en daarna zeggen, ik ben DJ. Dan denk ik, ja. Ja. Weet je wat ik girl. Weet je wat ik zo grappig vind? Ik kijk soms Roemag en dan komen die meiden toch van Ex on the Beach. En dan vragen die meiden ook, die Roemag presenteren, heb je nog ambities? Ga je nu vlogger? Word je DJ? En dan denk ik echt zo, oh, ja, het is zo stuk gewoon. Letterlijk. Heftig. Maar luister dan, over Love Island gesproken. Ik heb dus interviews gezien van eentje die was anoniem en eentje van een meisje die gewoon best wel out of the open erover had. Hoe het bij Love Island eraan toe gaat, is op het moment dat er... dat in de ochtend dat de lichten aangaan, weet je wel, moet je beseffen dat het heel vroeg in de ochtend is dat die lampen aangaan. Echt 7 uur of zo. Op het moment dat die lampen aangaan, moeten zij uit bed om zich aan te kleden en helemaal mooi te maken en te doen. En dan moet iedereen naar buiten. Wat je dan doet, is de hele fucking dag
buiten zitten. Jij wil naar binnen. De mensen die daar werken zeggen gewoon tegen jou, wat doe je? Waarom ga je naar binnen? Ze van, oh my god, can I not have a private moment? Like, let me go inside. Ze van, nee, like, waarom wil je naar binnen gaan? Mm-hmm. Ook op het moment dat het etenstijd is, iedereen ik zie wordt nooit eten. Luister, iedereen wordt apart gezet om te eten, omdat ze niet willen dat dingen worden besproken wanneer de camera's niet aan zijn. Dus stel je voor, ik moet jou echt iets vertellen over wat er net is, wat ik net heb gezien. Nee, dan moet ik eerst wachten tot iedereen klaar is met eten. Alles weer wordt opgezet en ik weer mag gaan praten. Hetzelfde met die senders. Oh. Jij komt de douche uit, wordt tegen jou gezegd via een soort van, je weet gewoon Big Brother. Oh, een soort intercomachtige. Wordt gewoon tegen je gezegd van, doe je sender aan. Waarom heb je je sender niet om? Dat wordt gewoon allemaal daarop gezegd, maar dat wordt allemaal uitgeknipt, maar ook net zoals hoe dat eruit wordt geknipt, worden er ook bijvoorbeeld hoe wij zeg maar dan bijvoorbeeld mensen op tv zien en hun echt fucking irritant vinden, worden de leuke of gezellige dingen ook heel veel van hun eruit geknipt. Ja, ja, waardoor dat ze heel zeker. Slecht op tv worden gezien. Dan denk ik echt van, ik vind het leuk zeg maar hoe dit zo op tv wordt gezet, maar ik vind het fucked up hoe mensen mee willen doen en er zoveel dingen naast worden gezet wat niet wordt gepresenteerd op tv. Lijkt net alsof je in een van een hamsterkooi zit. En iedereen maakt touwtjes over jou heen. Is het ook heel erg. En dat is zeg maar wat reality is. Is zeg maar heel erg knagen op van, oh, wat kunnen we laten zien en wat is heftig. En dat ze zo next level gaan, vooral met Love Island, door zo heftig gewoon mensen uit elkaar te halen. Dat wist ik echt niet van dat eten. Yo. Maar nu je het zegt, ik zie hun nooit avondeten. Ontbijt, ja. Maar niet iets anders, gewoon nooit. Nee. Dat vind ik echt lijp, dit. Crazy, van, is het van UK of Nederland? Ja, nee, volgens mij was het UK, had ik het gehoord. Het is best wel heftig, man. Hoor. Like, ik zou dat echt niet kunnen. En dan daar zitten. En dan, er is ook blijkbaar heel veel contracten. Zijn ook in Nederland. Zijn er contracten als je meedoet aan een seizoen? Er staan duizenden dingen in. Als je die dingen niet leest, en like, you need to read it. Yeah. Want er zitten echt veel dingen aan vast. Daarom heb ik, zeg ik ook altijd van, ik wil zo graag meedoen aan Temptation Island met mijn vriend, omdat ik zo zeker ben van mijn relatie. En gewoon de shit out of Temptation wil exposen. Oh. Niet zeg maar de hele ding, maar ik wil gewoon weten. Je ziet alles op tv. Nou jongens, jullie horen het. Je ziet alles op tv, maar ik wil weten hoe het daar daadwerkelijk is. Like, I really want to know. Snap ik wel. Hmm. En welk programma zouden jullie meedoen? Ja. Naast Tempa? Of gewoon echt Tempa? Reality programma. Ja, ik denk dus echt gewoon op deze. Want ik zou geen expeditie of echte meisjes in de jungle nee. Ik vind het leuk om te grappen te kijken en ze uit te lachen. Maar nee, die dingen eten, door een modder gaan en nee, tent nee? Ja, maar jij bent gewoon een vreselijke eter. Oh, ja, ik zou ook niet met jou een programma willen zitten waar het om eten gaat. Want het wordt nee, maar qua motivatie zou ik dat echt kunnen, hoor. Die opdrachten, dan kijk ik echt, denk ik, wauw. De ik fysieke echt opdrachten zou jij wel echt goed kunnen, denk makkelijk, ik. Makkelijk, makkelijk, ja. En jullie? Ja, wel. Nou, ik zou dus wel echt mee willen doen aan Echte Meisjes in de Jungle. Ik denk dat ik alles ga finessen. Oh. Oprecht. Jij zou dat echt heel nice doen, denk ik. Ja. Alleen, ik wil niks met dieren en insecten. Echt, dan mag je me echt voor doei. Dan krijg je een vogelspin op je hand, flikker lekker op. Ga ik echt doen. Ja, maar ik denk altijd van, dat is dan kut. Maar ja, die vogelspin gaat toch niks doen? Ja, zolang je niet in mijn onderbroek zit. Die bijt mij als ik iets doe. Nee. Jawel. Die bijten toch wel? Nou, in ieder geval, met alles met eten vind ik prima. Ik eet echt wel een kippenpoot op. Ik vind het helemaal fantastisch. Ik ben toch Aziat, die vreten toch van alles. Period. Maar ja, voor de rest, echt meisjes. Nee, Temptation zou ik niet doen. Nee? Nee, daar zie ik ook geen baat bij. Ex on the Beach ook niet, want nee, ik hoef ze allemaal niet te zien. Nee, dat was echt Love Island, als ik single was, misschien wel. Ik vind het wel schattig, hoor. Ik vind het wel schattig. Love Island. En jij? Ja. Wat zou jij? Ik zou dus ook als ik single was met Love Island meedoen. Ik vind dat echt helemaal cute, maar niet Nederland. En ik zou dus ook, wacht, is het nou first dat programma date, van dat ze dan in een, Dat ze gaan dineren? Ja. Nee, niet dineren. Dus dat ze Lang leven de liefde. Lang leven liefde. Dat ken ik daar zou grappig. Ik, als ik single was, het best wel aan mee willen doen. Omdat ik gewoon, ik zou het echt heel gezellig hebben, maar dan moeten ze wel me echt gewoon, ja, ik ken dat gewoon dus een niet. 11 naar de 10 geven. Ja, nou, ik denk liefde altijd van, als ik me daarvoor op zou geven, dan krijg ik echt zo'n body dat ik gewoon niet wil. Ja, maar dan is het ook grappig of zo. Maar wel dan kut als je met iemand helemaal ziet. Helemaal niet. Flik lekker op, ga lekker op de bank liggen. Ik neem dat bed. Lang leven de liefde. Dat is zeg maar dan zet ze een koppel. Ja, nou, maken zij een koppel. Je hebt een single man, single vrouw. En die zet ze dan in een huis voor 24 uur of zo. Oh, dat! Ja, en dan gaan ze gewoon een beetje daten. Gaan ze die vragen. Ik wil die pop net vragen. Ik wil gewoon gezellig dat thuis doen. Gewoon van,
van die vergezochte vragen. En dan zo heel gemaakt. Wat vind jij het sexiest aan mij? En dan weet zo, nou, je benen. Ik had echt grappige dingen gezien, joh. Die echt die embarrassing stukjes ja, van dat. Ja, dat is lang leven liefde. Zij editen daar ook vooral echt die stiltes er heel erg in. Dat het zo weet je wat ik wel wordt. Echt belachelijk vind? Ik weet niet of dat onder reality valt. Maar je hebt van die programma's waar mensen naakt gaan om de liefde te vinden. Adem zoet Eva. Dat wilde ik zeggen. Attraction. Dan denk ik echt, ja, maar wat gaat er door je hoofd dat ik even dacht... Oh, ik ga met mijn blote leuter op tv. En misschien vind ik de liefde van mijn leven. Voor hoeveel geld zouden jullie daaraan meedoen? Ja, doe je dik niks. Ook geen 2 miljoen. Wat? Met mijn titties blote... Ik zou dat echt voor geen goud doen. Echt niet. Verschrikkelijk. Dat wil echt niet. Nee. Oké, wel. Goh. Stel je voor, je zou Temptation meedoen als verleider. Hoeveel zou je daarvoor... Nou, dan zou ik maar nog meer vragen. Dat vind ik gewoon embarrassing. Ja, ja dus... moet ik een of andere iemand zijn lelijke vriend gaan verleiden? Ja, maar nee, maar denk je? You can just be you. Je hoeft niet met je tieten te schudden in zijn gezicht. Ja, maar daar, ik denk dus wel echt dat die verleider zeg maar wel echt gedokt worden als ze even... Ja, ik denk dat ze wel in een oortje gekregen van... Yo, luister, dit moet je ook doen. Dus je wordt wel een soort van de hele tijd gepusht om dingen te doen. Ja, dat want zeg maar, stel, er is er dan echt zo'n... Ja, sorry, een beetje objective niet, maar een lelijke jongen. Die ook gewoon een persoonlijkheid heeft van een nat stuk karton. Kan je gewoon zeggen, hoor, laatste seizoen. Het ziet er niet uit, die en nieuwe... die komt zeg maar op jou af. Dan mag je als verleidster toch niet zeg maar zeggen van... Nee, dankjewel. Dan moet je daar toch gewoon in meegaan. Want dat is waarom je daar bent. Ik vond ook die Dani, die ging op date met die laatste jongen die binnenkwam. Ik weet niet eens hoe die heet. Maar ik vond hem zo verschrikkelijk lelijk. Sorry, ik vond hem zo lelijk. En dan dacht ik echt voor dat zielige meisje. Ik vond het zo... Hoe heet zij? Melanie, toch? Melanie. Ik vond het zo zielig voor haar dat hij zegt... Ja, ik vind het wel een aantrekkelijke vrouw. Ja, ik vind het wel mooi. Jongen, je hebt lef voor, dan ben je zo lelijk. En zo'n aardig meisje. Oh, die zo onzeker is. Zo'n mooi meisje. En dan hij van... Ja, nee, ik ga wel even kijken of iemand is die beter dan ik was. Ja, sorry. Oh, mooi. Sorry. Nee, maar dan lag ik echt gewoon naar mijn tv denken van... Wauw, je zit zo vol van jezelf. Dan denk je echt gewoon, pak gewoon wat je pakken kan. This is the only chance you're ever gonna get. Yeah, because you're really not all that. Be humble. Be humble, ja dat. Je moet echt met je voetjes op de grond gezet worden, denk je dan. Ja, schat. Nee, doe je. Wat kunnen je goed typetjes nou doen? Ik ga daar zo goed doen. Wat jij nou met die film zo? Nee, maar je hebt wel helemaal gelijk. Ja. Zo zat ik ook voor de tv te kijken. Ja. Vind ik toch zielig. Ik denk van, dan zit er zo'n jongen zo vol van zichzelf. Dat meisje loopt hem helemaal goed te praten. En oh, we passen zo goed bij elkaar. Ja, nee, ik vind jou weer heel erg sexy, hoor. Ja, oh, ik word daar gewoon naar disgusting. Van. Ja. Oké, even een ander onderwerp, want ik ga niet goed doen deze. Zouden jullie nog kunnen daten met iemand die bijvoorbeeld net heeft meegedaan aan een Ex on the Beach of zo? Ligt eraan wat hij heeft gedaan als zo'n... Lex. Nee. Kijk, ik hoef niet met iemand die heel half Nederland heeft afgeneukt. Sorry. Ja, dat ook. Je doet met voor een reden mee. Wacht, heel hypocriet dat ik dit nu zeg. Heel hypocriet dat ik dit nu zeg eigenlijk. Want? Dat we het laatst hebben over bodycount gehad. En nu zeg ik, ja, dat doet me eigenlijk helemaal geen reet. Maar ik vind... Ik zag het aan je gezicht echt niet. Ja, ik zat echt zo... Stop. Heel hypocriet. Maar wel goed, je bent wel self-aware. Ja, self-aware queen. Laat ik het zo zeggen, als jij op tv... Iedereen weet, heel Nederland weet dat jij half Nederland hebt afgeneukt. En dan vind ik het wel een beetje jammer. Ja, ik vind ook het dus hoe je ermee rondloopt. Vind ja, ik vind het niet het feit dat mensen weten dat je dan op veel plekken bent geweest. Maar meer dat mijn oma ook kan zien hoe jij Annemarie hebt gepenetreerd. Dat hoeft gewoon niet. Ja. Daar zie ik gewoon dan geen hubby in. Ja, toch? True. Ja. Maar ik vind het niet eens erg. Stel, ik heb een vriend waarvan mensen zeggen van... Oh, ik weet wel dat hij dit of dit. Dan denk ik, ja, hij is niet met mij. Maar zeg maar, als mijn overbuurvrouw ook kan zien... dat hij een trio heeft gehad met Fleur en Piet... dan denk ik, heb ik daar zin in? Nee. Mm-hmm. Ja. Dat is dan ook gewoon minder aantrekkelijk. Ja. Maar zijn er wel realities waarvan jullie denken van... Oké, dit is wel iets waarvan ik denk van... dit is wel een leuk idee of zeg maar goed... met een goede boodschap gebracht? Of hebben jullie het gevoel dat dat er echt niet is? Nee, allemaal niet wat. Ja, maar het is uiteindelijk toch allemaal leedvermaak. Ja. Er is eentje die ik zo schattig vind. Het is Love on the Spectrum. Kennen jullie dat? Nee. Die staat op Netflix. En het gaat over mensen met een aandoening. Sommigen hebben een Down-syndroom. Sommigen hebben autisme. Oh, wacht even gehoord. Oh, jongens, mijn hart. Is dat Belgisch? Nee, volgens mij is het...
Is gewoon Amerikaans, gewoon, volgens mij. Maar het is zo schattig. Staat op Netflix. Echt mijn hartje smelt als ik dat kijk. Echt zo, hoe ze elkaar zo helemaal leuk vinden. En zo, het is zo schattig. Dus dan denk ik wel van, ja, oké. Okay. Ze proberen natuurlijk ook mensen die niet zo snel, zeg maar, een kans krijgen, toch ook wel een beetje in het licht te zetten. Dus dat vond ik ook wel heel mooi om te zien. Ja. Dat dat ook er is. Ja. Net als de boeren, die willen natuurlijk ook een vrouw hoe hebben. Hoe is het vrouw? Ja, vrouw? Daar zou ik echt aan meedoen. Ja, ja, wil jij een boer? Jij komt wel van... Het is wel mijn roots. Nee, ja. ik zou het niet doen. Maar ik vind het altijd wel leuk om te kijken. Ik vind het wel zoet, want ze zijn zo niet flirty. Ze weten niet echt hoe ze, weet je wel, met vrouwen moeten verleiden of zo. Heel gemakkelijk. Ze laten het maar gewoon allemaal over zich heen komen. En dan gaan ze een keer samen de koeien melken. Dan is wel een vonk overgeslagen, weet je wel. Ja. Cute. En ook het hele B&B gebeuren. Ik kijk het niet, maar blijkt goed te zijn. Ja, nou wat mensen ook kijken is Meilandjes of zo. Dat vind ik verschrikkelijk. Oh, dat wordt ook met de seconde nepper. Ja, nou dat ik is vind jammer. Dat ook verschrikkelijk. Mijn ouders kijken het en ik kijk dan, ja, waarom kijk jij dit? Eerst vond ik het ook leuk, maar nu merk je gewoon dat het soort van, ze weten nu wat werkt en nu moet het elke 3 seconden terugkomen. Ja. Dat vind ik gewoon nep. Ja, ja. Je hebt ook nog Massa's Kassa of zo. Hoe? Ja, weet ik het. Mijn ouders is dat kijken van die dikke man? Ja, die, ja. Maar hij bleek helemaal een... volgens mij kon hij zijn handje niet thuis houden van zijn vrouw of zo. Oh. Maar ik kan dan niet iets zeggen wat niet waar is. Maar dat... Nou, ik heb dit wel zoiets gehoord op Etjo Boulevard. Dus misschien kan het kloppen. En die vrouw is nu OnlyFans creator geworden. Jongens, waar gaan jullie allemaal heen? Zeg maar echt, zeg maar... Ook vooral als vrouw naar vrouw. Get that dough, doe je ding. Maar zeg maar, jongens, kom op. Gewoon een beetje... Je mag ook wel een beetje zuinig zijn op jezelf soms, toch? Ik weet niet. Kijk, ik geniet ook van Ex on the Beach. Maar dan denk ik toch ook, vooral bij die jongen, maar denk ik, meisie. Ja. Je gaat hier zoveel spijt van krijgen, weet je wel? Ook al mag je dit lekker doen. En ga vooral op elke paal zitten die je ziet. Maar moet dat dan op tv? Ja. Nee, denk ik niet. Of je moet inderdaad in de porno gaan. Dan moet je echt gewoon monies pakken. Maar je krijgt hier niks voor, behalve gewoon... gezeik naar je hoofd. Ja, is dat gewoon het waard? Free porn was dit gewoon echt heel erg. Dat, dan denk ik, vraag dan geld. Ja. You know? Heb je eigenlijk wel. In. Ja, ik vind dat al toch een beetje... Voel ik me altijd ook, dan denk ik ook, ik draag er ook aan bij, want ik kijk het wel. Ja. En we hebben het er nu wel over of zo. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van, doe je het zelf of is het zielig? Ik snap op zich ook wel dat MTV het gewoon erin laat, want het is wel een veel besproken seizoen geweest. Ja, dat bespreekt. Ik hoef niet te praten over hoe leuk we het hebben elke vrijdagavond en een tequila shotje doen, want dat kan ik zelf ook. Mm-hmm. Ja, weet je wel. Ja. Dat is waar. Dus dan denk ik ook, ik snap het. Maar ik vind ook die... Inderdaad, ook waar net over die aftertalk. Ik vind dat ook zo ongemakkelijk. Hoe ze dan allemaal zo bij elkaar zitten en gewoon bijna niks zeggen. Ja. En weet je, dan denk ik ook van... Je merkt gewoon zo erg hoe het op tv... Ook die zeg maar, die... gewoon die aesthetic beeldjes, weet je, hoe ze helemaal billen aan het schudden zijn, aan het drinken zijn, het soort allemaal zo. Oké, en nu dit doen, op een skippiebal. Zeg maar, dan hoe ze dan met zo'n aftertalk zo er allemaal bij zijn. Ja. Van ja, het is allemaal zo gezet, zo nep. Denk ik van. Maar ik vraag me ook altijd af, als je opgeeft voor zo'n programma, je weet al zeg maar wat voor status dat programma heeft. Yeah. En dan denk je, niet veel. Het heeft niet echt een hele intelligente status. En wil je dan zelf ook zo in beeld komen? Want dan zitten ze bij zo'n aftertalk bijvoorbeeld. Of misschien zelfs wel in Ex on the Beach. En ja, ze gaan niet even vertellen hoe jij Pythagoras gaat uitleggen. Dan gaan ze het er niet in zetten. Dus je hebt niet veel inhoud, voor mijn gevoel. En dat vind ik ook altijd jammer, dat gewoon niet naar boven komt. Ik vind het wel altijd leuk als reality-sterren gewoon echt blijven. Want veel mensen vinden haar een verschrikkelijk wijf. Maar die Michelle Cox is wel gewoon op tv zoals ze in het echt is. Ja. Ik kom uit Arnhem en zij woont geloof ik ook in Arnhem. Nou, ik zie haar wel eens lopen en dan denk ik, ik vind jou eigenlijk gewoon een topwijf. Want jij bent gewoon wie je bent. Ik ook. Ja, ik vind het gewoon echt zo. Want sommige mensen gaan echt helemaal veranderen voor tv. En dan denk ik ook van, waar ben je mee bezig? Want weet je hoe moeilijk het is om altijd nep te doen? Ja. Dat is fucking moeilijk. Dus kan je beter net zo echt zijn als je bent... In plaats van elke keer een poppenkast te laten doen. Nou, dat vond ik het ook heel grappig hoe zeg maar je ook zag hoe iedereen langzamerhand brak bij Echte Meisjes in de Jungle. Mm-hmm. Zeg maar, die altijd zo oppertop en zo superleuk deden. Die dan langzamerhand braken. Dacht ik van, nu komt het er even goed uit. Nu komt de aap uit de mouw. Ja, dus dat vond ik ook wel heel grappig om te zien. Dat ook wel een beetje reality ook wel laat zien van, het breekt toch wel. Het komt toch wel naar boven. En dat ze het ook heel erg willen hebben van, nu komt het los. Weet je wel? Nu komt het los. Ja. Als we het hebben over scènes die echt zijn bijgebleven, denk ik, in de reality. Mm-hmm. Bij mij is dat denk ik wel echt het jaar met Sonny van Temptation. Dan hebben we het over iemand. Ik wil die man eigenlijk helemaal geen clout geven, dus laat ik nu over hem hebben. Nou, zijn clout is al lang voorbij. Ja, maar die man zat geloof ik ook echt op alle kanten clout te zoeken nadat Temptation was geëindigd. Ja. Oh. Maar iemand die gewoon heel de tijd...
zich soort van verantwoordelijk voelen voor de groei van een andere persoon. Ja, flik lekker op, joh. En dat is precies, of nou precies, weet je. Echt, ik kreeg gewoon flashbacks van mijn ex. Ik dacht van, wauw. Ik werd gewoon naar van die man. Ik echt dacht naar. Van, wauw. Ja. Ik snap zo erg hoe ze zich voelde, dat ze er zo klaar mee was. Ik begreep er helemaal. Ik vind haar ook echt een topmeid nu. Echt een prachtvrouw. Ja, tattoos. Ze is knap. Ze is fucking knap. Zij was toen ook al knap. Maar je ziet echt dat ze, zeg maar, sinds ze los is van dat kleine, schimmige mannetje. Ja. Ze lekker. Maar ook van Rick, hè? Ook van Rick. Van Ricky is ze nu ook weg. Klaar. Ja, klopt. Maar dat was wel cute. Hij is wel cute, toch? Ja, hij is gewoon een beetje papa. Hij was veel ouder dan haar. En ik denk gewoon dat een beetje... Zij moest echt even vrij zijn ook. Je kan niet van zo'n verstikkende relatie naar de ander springen. Ja, want ze gingen ook samen wonen meteen weer met Ricky. Ja, maar dat moet je ook niet doen. Nee, maar ik vind er wel echt een top bij. Ik vond het wel echt leuk. Mij is echt bijgebleven Tim en Deborah. Oh, Temptation! Van Temptation. Tim-tation, kan je beter noemen. Tim was zo'n Belgisch mannetje. Die was helemaal verliefd op Deborah. Zei die, ik ga haar ten huwelijk vragen naar Temptation Island. Is hij gewoon in die 3 weken helemaal verliefd geworden op een of andere verleidster die hem obviously niet zag zitten en helemaal fakte. Toen op het eind zaten ze zo bij dat vuur. En toen had die verleidster toch ook tegen hem gezegd van, ja, ik was dit gewoon allemaal fake aan het doen. Mm-hmm. Maar Deborah had al die beelden al gezien dat zij helemaal seks hadden gehad en zo. En toen had Deborah zo die ring in het vuur gegooid en zo. Dat was echt, echt top televisie. Oh my god. Dat was echt top televisie. Ja. Nou, Deborah. Wat mij bij is gebleven is volgens mij Love Island UK, denk ik. Mm-hmm. Dat had ik op TikTok heel toevallig gezien. Dan is het toch zo, zeg maar, dat je of met iemand nieuws, zeg maar, door de deur komt. Ja, of alleen. En er was er een jongen, ik weet niet wie het was, maar het was echt een jongen met krulletjes en zo. En die was echt die had ervoor gekozen om met dat meisje te gaan. En toen kwam dat meisje met een andere jongen de deur binnenlopen. En toen was hij helemaal cross. Iedereen was echt zo van, what the fuck doet zij echt? Het was van, ja, nee, en ik dacht dat jij ook hetzelfde zou doen. Dus toen dacht ik maar, oh ja. En ik ga met iemand anders, gewoon just to be sure. En daarna wilde ze nog helemaal ervan, oh, maar ik hou wel van je. Dus ik wil het eigenlijk wel opnieuw proberen als dat kan. Lalalala. Dacht ik van, ja, je loopt met iemand, je krijgt de kans van, ga je met hem door of met iemand anders. Jij kiest ervoor om met iemand anders de deur binnen te lopen. Omdat jij dacht dat hij dat ook zou doen. Girl, like... Mm-hmm. Make it make sense. Ja, dat is het hele concept van dat Casa Amor. Ja, en dan zeg maar er spijt van hebben dat je die keuze hebt gemaakt. Ja, come on, like, be for real. Ach ja, weet je, ik zou zeggen, wij houden gewoon heel veel van reality tv. We kunnen er ook lekker over klagen. Maar dat is precies eigenlijk wat ze willen. Ja, hè? En ik denk dat we het hier ook maar gewoon mooi bij gaan afsluiten. Goed idee. Dus ik zou zeggen, vond je het een leuke aflevering? Laat het lekker weten in de comments. En volg ons ook even op YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Snapchat. En dan hopen jullie volgende week terug te zien in een nieuwe aflevering. Yeah. Bye. Zo. So.